Ik heb hier op school op het Spectrum heb ik mijn zoontje Sven en die zit in groep 4. En ik heb een dochter, zij zit in groep 2 en daar gaan ze met veel plezier naartoe. Ik heb 2 kinderen hier op school en ik zit zelf ook in de ouderraad. Ik vind het wel belangrijk dat er dingen gedaan worden, niet alleen maar leren, maar ook eens af en toe iets leuks tussendoor. Het is fijn als het laagdrempelig is, net zoals deze koffieochtenden, dat je zo binnen kan lopen en je vragen kan stellen of je problemen kwijt kan. Met name het kanjerproject vind ik ook heel belangrijk. Pesten is natuurlijk echt het verschrikkelijkste wat er kan gebeuren op school. Ja, dat ze zeggen van doe je zwarte pet even af of zo. Mag u plagen? Nee. En wat zegt de tijger met de witte pet dan tegen de vogel? Stop nou, ik wil het niet. Ze willen ze goed en sterk en stevig naar die middelbare school zien te krijgen. En daar moeten wij het fundament voor leggen. Samen met de ouders. Want wij kunnen het echt in die 5,5 uur niet alleen. Maar je moet het samen met de ouders doen. En dat vertel ik ook ouders bij een introductiegesprek altijd. Als kinderen zich niet veilig op school voelen, dan presteren ze gewoon minder. Dan kan je er niet uithalen wat erin zit. En zo zijn we op het kopje pedagogisch klimaat terechtgekomen. Het is heel belangrijk dat kinderen goed gedijen op school. Niet alleen in de klas, maar ook in de gang. De weg naar de kleedkamer, van de gymzaal. Dus elke ruimte waar ze zich bevinden, dat het een prettige sfeer is. En wij zijn toen op 3 kernwaarden terechtgekomen. Netjes, aardig en rustig. Dan staan er bijvoorbeeld mensen in de rij. En dan zegt de zwarte tegen de andere petten, geef ruimte, ik heb spoed. We hebben een leuke juf. Nou, ik vind het een leuke school, omdat je er veel vrienden van kan krijgen. Op deze school is het altijd wel fijn dat bijna niemand je buiten sluit. Soms gebeuren er wel dingen. Soms doen we rodeo bij de boomstammen en dan valt er iemand heel hard. Ga ik even helpen met opstaan. Jij kunt het heel goed aan mij uitleggen. En dan is het belangrijk dat je dat ook met papa en mama gaat bespreken. Een kind gedijt hier 5,5 uur en de andere tijd gedijt het kind bij de ouders. Als die samenwerken, dan pak je de totale ontwikkeling en de zorg samen op. Zodat het kind ook doorheeft, hey, wat op school gebeurt, weten mijn ouders ook. Wat er thuis gebeurt, weet de school ook. En ik mag bij beide mezelf zijn. Het is heel recent. Het kind had bijvoorbeeld de illusie dat het lezen op een heel hoog tempo moest. Dus hij voelde ontzettende tijddruk. Ouders gaven aan, nee, jij hoeft niet op tijd te lezen. Het gaat erom dat je goed leest. Maar het kind was ervan overtuigd, nee, ik moet het echt op tijd oefenen. Met het kind wordt afgesproken, samen met de juf, geen tijd. Het gaat erom dat jij beter leert lezen en dat je plezier hebt in het lezen. Respect. Stop. 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 Dus daarom is dat welbevinden zo belangrijk. Ik wil wel dat eruit halen wat erin zit voor een kind. En als het op sociaal vlak is, wil ik dat graag op sociaal vlak. En als dat dus op gymgebied is, wil ik dat op gymvak. En als het op een kennisgebied ligt, wil ik dat op dat vlak. Maar ik wil er wel uit proberen te halen wat erin zit. En dat kan alleen maar als kinderen zich goed, lekker in hun vel voelen zitten op school.